Goedemorgen! Goedemorgen iedereen bij dag 3 van de vakantie. Nou, gisteren hebben we een leuke dag gehad, want we hebben namelijk met Amio gingen we de laatste opnames doen in het bos, zoals je zag. En het was heel erg gezellig weer en voor mij helaas de laatste opname van Amio. Ik mag niet meer spelen als een rolletje en ook niet meer als cameraman, want mijn taken zitten erop voor de televisieserie. En aan de ene kant vind ik het jammer en aan de andere kant ben ik ook wel blij dat het tot een afgerond iets komt, dat het project gewoon een soort van afsluiting krijgt. Aankomende zaterdag en zondag hebben ze dus nog de allerlaatste opname waar ik niet bij ben. Hele zware, lange opnames. Heb je goed geslapen? Ik heb goed geslapen in ieder geval. Roy is even op de lopende band. En vandaag staat er ook weer wat anders op de planning. We gaan namelijk naar Roy's huis. Want er komt iemand en die gaat iets monteren voor haar telefoon of zo. Iets van zo'n internetkastje, weet ik veel. Je kent al wat dat technische factortje. Het is een technisch factortje. Het is een irritant technisch factortje. Morgen wordt een hele vette dag. Morgen wordt echt een absurd vette dag. Morgen gaan we naar de Tilburgse kermis. En daar heb ik echt heel erg zin in, zoals elk jaar. We zijn ook met een leuke groep. En wie dat zijn, zeg ik nog niet. Dat moet je wachten tot de video komt morgen. En we gaan natuurlijk ook nog naar Fantasialand. We gaan nog naar een subtropisch zwembad. We gaan nog van alles doen. Dus het wordt echt heel erg kicken. Vandaag is een klein beetje een lui lekker dagje. Dus we gaan onderweg met de auto naar Roy. Roy, het is heel warm en dit kan natuurlijk niet. Lekker. Zo, en we gaan dus op weg naar Roy's huis. En het is goed weer. Het is geloof ik een graad of 25 uit mijn hoofd. Echt niet. 22 dan. Ik weet niet of je het ziet, maar Roy ligt daar lekker te zonnen. Nou ja, zon. Ik weet niet of er zon is, maar ik zit lekker te genieten van een film. Kijk, daar is die Hotel Transylvania is het. Ik heb hem nou voor pauze gezet. Niet dat je denkt dat ik naar een plaatje loop te kijken of zo. We zijn in Roy geweest. Die heeft iemand van Ziggo heeft zo'n kastje gebracht voor internet. En nu zijn we terug. Want Roy was de huissleutel vergeten. Dus we moesten weer terug met de auto. Moesten weer heen en terug, zeg maar. Maar goed, we zijn nu thuis. En nu gaan we vanavond, ik weet niet wat we gaan eten. Het is een verrassing, denk ik. En dan gaan we denk ik een serie kijken. En morgen is natuurlijk de Tilburgse kermis. Maar het is gewoon een beetje een lui lekker dagje. Moet er ook wel eens wezen, toch? Ik ben net uit de jacuzzi. Het was heerlijk. Ik heb even de Donald Duck gelezen. En het wordt al donker. Maar ik wil je wat laten horen. Let op deze deur. Let op de geluid. Let op. Let op, hè. Let op, oké. Okay. Nou, voor iedereen slaap lekker. Dit was dag 3. En morgen Tilburgse kermis. Dus we gaan vroeg in de veren lekker slapen. Tot morgen. Doei doei.